mijn naam is Saifula en vandaag ga ik een boek reviewen over deze horrorboek. Hey, het is niet echt een horrorboek hoor, het is gewoon een normale boek. Maar het boek gaat over een kind die Jochem heet, die in Amsterdam woont. Of woonde. Spoilers. hij is een 14 of 15-jarige kind. Ergens daar. En hij is technologie verslaafd. Het gaat niet zo goed met hem op school. En hij heeft voor alles lager dan een 4 gehaald. Gemiddeld, hè. Niet gewoon. En zijn ouders krijgen daardoor steeds vaker ruzie met elkaar. Daarna krijgen ze vaker ruzie. En Jochem gebruikt games om te ontsnappen uit de realiteit. Jochem had een oudere zus die Jody heette. Maar die is helaas overleden. Maar Jochem stuurt nog steeds bijna elke week een e-mail naar haar. Maar die stuurt hij niet omdat het geen nut heeft. Omdat het en geen nut heeft om het te sturen. En omdat hij die e-mails wil houden om later te bekijken. Jochems vader besluit om zijn aluminiumbedrijf te verkopen naar een groep Amerikaanse mensen voor heel erg veel geld. Miljoenen. En daarna besloot hij dat ze naar Schotland moeten verhuizen, omdat zijn ouders daar op vakantie zijn geweest voordat Jody en Jochem geboren waren. En ze vonden het daar heel erg leuk en gezellig. In Schotland zijn er 3 dingen anders. 1. Hij moet Engels spreken, omdat niemand daar Nederlands spreekt. Alleen maar Engels. 2. Hij heeft geen vrienden, omdat zijn oude vrienden in Amsterdam wonen. En nu moet hij nieuwe vrienden in Schotland maken. 3. Het ergste van ze allemaal. Hij heeft geen wifi of mobiele data. Oh, geen 4G, geen appen, niks. Dit vindt Jochem heel erg. Zo erg dat hij ziek wordt voor bijna een week. En hij hoort allemaal rare dingen, zoals een tram die voorbij hun huis gaat. Terwijl er geen tram is. Er zijn nauwelijks auto's, laat staan trams. En in zijn dromen ziet hij soms een computerscherm voor zich met allemaal berichtjes die hij net niet kan lezen. En als hij dichterbij komt, wordt het steeds vager en vager totdat hij er is en is die verdwenen. Waarom krijg je internet? Wat is dit voor kut? Telefoon kan je niet eens gebruiken. Een nutteloze man is dit. Jochem heeft nieuwe vrienden gemaakt die hem hebben ingenomen in hun vriendengroep. En een van die vrienden heeft een Nintendo spelcomputer thuis met een oude tv waar ze een voetbalspelletje kunnen spelen. Een ouderwetse klassieke, een klassieker. En dan zegt die vriend, wil je in het echte voetballen? Show what you have on the field. Dutchy. Dan spelen ze elke zondag een voetbalpotje tegen elkaar. En hij praat meer omdat hij geen berichtjes kan sturen. En omdat hij dat altijd deed wanneer in Nederland, omdat ze echt niet de behoefte hadden op met elkaar praten. En hij wordt fysiek veel sterker en in een betere conditie. Hij wordt dan verliefd op een meisje die Kailin heet. En die vindt hij prachtig. Ze hebben elkaar ontmoet op een housewarmingfeest die zijn vader heeft gehouden. En ze hebben daar met elkaar gedanst. Maar Jochem was toen heel dronken met heel veel bier in zijn lichaam. En ze hebben elkaar een paar keer weer gesproken. Maar toen ze met elkaar gingen praten, kwam een stier
En Jochem was heel bang en rende weg. Maar niet Kailin daar. En Kailin was daar heel boos op. Dus ik vind deze boek heel leuke boek. Super fantastisch. Het is ook een soort van waar, omdat heel veel mensen nu technologie verslaafd zijn en zonder wifi beter kunnen doen dan met wifi. En het is echt leuk, spannend, omdat je niet echt wist wat er daarna zou gebeuren. Je zou dit lezen en dan zou je niet beseffen wat er vervolgens zou kunnen gebeuren. Dat het Jochem verliefd wordt op een meisje, op Kailin. Of dat hij bier dronk. Hij had een vriend die een half pilletje drugs had ingenomen en dat vond hij gek. En nu gaat hij 2 flessen bier drinken tijdens het feest. Super leuke boek. Tot ziens.